dit moment draaien we een project binnen de nationale politie. Om 34.000 politiemensen op te leiden volgens de principes en de mentale tools van het programma Mentale Kracht. De rol van HeartMath en hartcoherentie is volgens mij de kern van de training. Oké, Roel, we hebben net in het lokaal hebben we onze oefening, de neutral, gedaan. Hè? Dat ging hartstikke goed. Dat ga je nu ook doen. Hè? Je gaat nu schieten. Je doet rustig eventjes je ademhalingsoefening. Je hebt je M-wave aan. Hè? Als ik zeg dat het kan, dan ga jij schieten. Oké, en ga maar schieten. Die stress van het aanpakken van zo'n agressieve verdachte, die blijft eigenlijk in je lichaam zitten. Je hebt het er met je collega's heb je het er nog een keer over. Wat is er gebeurd? Je hebt het er met je ploegchef heb je het er nog een keer over. Wat is er gebeurd? Dus je herhaalt die stress iedere keer weer. Op het moment dat je thuis komt, dan vertel je ook vaak nog wat er gebeurd is. Daarna zit je op een verjaardag. Die stress die herhaalt zich iedere keer. Nou, wat is er nou mooier wanneer je die stress door een simpele ademhalingstechniek uit je lichaam kunt krijgen? Die computers die gaan dat laten zien. En dan ga je door middel van ademhalingstechniek krijg je inzichtelijk hoe het dan met die coherentie of incoherentie van de hartritme zit. Ik ga je er dadelijk doorheen praten. Je bent nu aangesloten op de computer. En we gaan kijken of het gaat lukken. Je gaat nu dieper ademhalen dan normaal. Nou, je ziet, toen we starten, we zien het rood. Inmiddels is het alweer groen geworden. Het ging al heel snel. En na afloop van die coaching, dat was toen 6 sessies, wordt weer een meting gedaan, dat is de zwarte balk. En zie je dan dat die mensen erop vooruit gegaan zijn? Ja, ik ben veel minder lang van tevoren zenuwachtig op toetsen. Maar je merkt nu al verschil. En afvallen is enorm. Ik ben de afgelopen 5 maanden 10% vet afgevallen. En dat is echt voor de afgelopen 2 jaar echt bizar. Dat heb ik echt heel... Het is niks veranderd in mijn eetpatroon, niks veranderd in mijn sporten. Ja, met hartcoherentie heeft er echt wel veel in bereik. Ik slaap rustiger, ik heb meer rust. Ik ben namelijk sportduiker en ik had hartproblemen door mijn hoge bloeddruk, medicijnen, en ik mocht niet meer duiken van de duikarts. En op dat moment had ik gewoon ervaring van, hey, ik kan mijn bloeddruk laten zakken door oefeningen te doen. Daar was ik helemaal enthousiast over, heel verbaasd over. En zo is het ook gegaan. Ik raad iedereen aan die kampt met PTSS-klachten, vastgesteld of niet. Probeer dit gewoon. Het voegt alleen maar toe. En het heeft mij heel veel rust gebracht. Ja. Ja. En als ik nu zo'n nachtmerrie heb en ik ga er heel bewust mee bezig met de ademhalingstechnieken zoals die me geleerd worden eigenlijk met deze hartcoherentie. Ja, soms lig ik na een half uur alweer weer te slapen. We hebben genoeg verhalen teruggekregen van collega's die in acties, als het ware, hun aandacht naar hun ademhaling brengen om de grootste spanning, als het ware, eraf te krijgen. Om ook weer helder te kunnen denken, hun waarnemingsniveau weer te kunnen vergroten. En dat is enorm helpend. Ik heb pas geleden een collega die was aan het inpraten op iemand die wou springen. En die heeft de oefeningen gewoon gebruikt. Dat zij dus zat bij die gast die wou springen, in praten van die moet je niet doen, je weet hoe dat gaat. Hè. Ja, en dan helpt dat ook. Want dat is natuurlijk toch een heel stressige situatie. Want ja, want als er iemand springt, dan, ja, ik weet precies hoe dat gaat, dan denk je toch, dat is mijn schuld. Hebben jullie misschien een vraag die je altijd al aan Peter had willen stellen, maar nooit hebt durven stellen? Zien jullie wat hier gebeurt? Door HeartMath, dus door de softwarepakket wat op mijn computer, zie ik echt wat het effect heeft. Dat ik het nog effectiever kan inzetten. Want uiteindelijk willen we onszelf coherent voelen in ons werk. En willen we ook onder druk de juiste beslissingen blijven nemen. Maar ook rust uitstralen en ons werk gewoon op het hoogste niveau kunnen blijven doen. En ik ben dan ook trots op dat na zoveel jaren dat HeartMath een onderdeel is gaan uitmaken van de weerbaarheidstraining binnen de politie. Dat is een heel mooi iets. Nu eigenlijk de hele Nederlandse politie de tools krijgt aangereikt om te werken met HeartMath.